Goedemorgen, Kana. Fijn dat je er bent. Ik heb contact met je opgenomen omdat PFI dit jaar formeel 15 jaar bestaat. PFI is opgericht op 8 november 2005, om precies te zijn. Maar de PFI bestaat natuurlijk al vele jaren langer. Kun je misschien iets vertellen over hoe dat in het begin ging en hoe dit zo ontstaan is? Ja, nou, ik vind het heel erg leuk om hier te zitten om over mijn betrokkenheid met, eigenlijk in het begin, Pagan Federation natuurlijk. En dat stukje geschiedenis gaat terug naar de jaren 80. Eigenlijk is PFI natuurlijk geboren uit Pagan Federation. En veel van mijn vrienden in Engeland waren ook verbonden met Pagan Federation. En die is eigenlijk volgend jaar, die bestaat wel 50 jaar. En dat is eigenlijk ook een beetje de bedoeling ook voor onze gathering. Dat we daar ook gaan herinneren dat Pagan Federation ook 50 jaar bestaat volgend jaar. Dus ja, mijn betrokkenheid met Pagan Federation kwam eigenlijk tot uiting toen ik in 1997 werd gevraagd of er werd een voorstel gedaan van het zou leuk zijn als we overseas, er was al een pen pal connectie met overseas leden van de Pagan Federation. En we hadden al enkele mensen die bijvoorbeeld Pagan Dawn waren geabonneerd. Maar we zijn eigenlijk net op dat moment, was het begin van internet. Ah. Dus we zaten een beetje te bakkeleien van hoe zou het zijn om gewoon die overseas members meer betrokken te zijn enzovoorts enzovoorts. Dus we zaten een beetje te brainstormen. Ineens werd gewoon gezegd van nou, iemand uit Tony Kemp, die zei van ja, maar hoe zouden jullie iets in Nederland kunnen doen? Op dat moment zat ik heel erg goed bevriend met Lady Baren. En dan zaten we te kijken van ja, zullen we dat gewoon doen? En zo is PFI Nederland eigenlijk ontstaan. Mm-hmm. Wij zouden contact onderhouden met alle mensen die in Nederland Pagan Dawn zou krijgen. Dus dat is eigenlijk zoals het begonnen is. Yeah. En dat was inderdaad in 1997. Natuurlijk, op een gegeven moment werd ik uitgenodigd voor, om mee te doen in de council. En we hadden op dat moment een jaarlijkse conferentie in Croydon, het Fairfield Halls. En het was heel leuk om aanwezig te zijn bij de council meetings. En daar werd gewoon van hoe kan je inderdaad, wat is de bedoeling van Pagan Federation, maar ook hoe gaat het inderdaad met de mensen, weet je wel, on the continent. We zijn altijd dit on the continent. Zo hebben we uiteindelijk gekeken, ook inderdaad de ontwikkeling van internet. En dat is één ding voor PFI dat heel erg belangrijk is. Dat wij eigenlijk vanaf het begin veel contacten, veel van onze activiteiten hebben ontwikkeld via internet. Maar goed, de Pagan Federation, die was veel minder. Die waren nog steeds met snail mail en alles en al. Want die hadden veel meer contacten, echt in real life. Veel meer fysieke contact. Mm-hmm. Dus er werd op een gegeven moment een beetje strijd van, ja, maar we moeten naar de toekomst kijken. En uiteindelijk was er heel veel van, hoe kan je internet gebruiken, in e-mail, et cetera, om de contacten te verbeteren. Op een gegeven moment, wij hadden het gevoel ook, alles buiten de UK konden wij bedienen. Ja. Yeah. Maar het was echt van, is Pagan Federation ook bereid om verder te kijken in de UK? Dus het was een beetje, niet echt een strijd, maar het was niet vergeten. Dit paganisme natuurlijk is een of neopaganisme, is mm-hmm. gewoon erg in de lift, zo te zeggen. Yeah. En ook wereldwijd. Dus niet alleen, en vooral in de Engels sprekende landen uiteraard. Dus op een mm-hmm. gegeven moment gingen we steeds meer kijken van,
hoe kunnen we... Er waren ook mensen trouwens binnen Pain Federation die zagen ook... Het hele Pain Federation moest meer internationaal worden. Dus er waren mensen die zeiden van... Eigenlijk moeten we Pain Federation International, ons international gaan noemen. Maar daar waren gewoon... Mensen waren gewoon in Engeland absoluut niet aan toe. Dus op een gegeven moment gingen wij steeds meer bedenken van hoe zit het nou eigenlijk? En op een gegeven moment, we zeggen altijd... Wij waren de grootste, of aantal... De grootste district geworden. Niet alleen geografisch, want we hadden alles behalve de UK, maar ook qua aantal mensen. Waar wij voelden van dit is, en er waren ook meer mensen in Europa, die hadden last van het onderdeel te maken uit een Britse organisatie. Dus wij zaten te denken, op een gegeven moment hebben Lady Bar en ik gewoon een lumineus idee gehad van laat onze stichting, laat ons gewoon echt officieel. En dan hebben we iets meer, in ieder geval een Europees basis, maar we waren niet echt verbonden aan een bepaalde land of een bepaalde organisatie. Dus dat was voor ons een hele belangrijke move. En zodoende zijn we inderdaad in 2005... zijn we bij de notaris gaan kloppen. We hebben gewoon het statuut, gewoon van wat willen we eigenlijk. En uiteindelijk inderdaad, we zijn officieel opgericht in november 2005. Dus inderdaad, net wat je zegt, we zijn actief sinds 1997. Maar vanaf 2005 zijn we echt als een legal entity bezig als stichting. En dan mensen vragen van hoe zit dat nou eigenlijk met verschillende PFI's? Want we hebben natuurlijk PFI Nederland, PFI, op dat moment hadden we ook PFI Germany, Portugal enzovoorts enzovoorts. En ik probeer mensen uit te leggen dat als organisatie proberen we, mensen zeggen ja, PFI is niet democratisch. Nee, dat klopt. Dat klopt. Wat wij proberen te doen is te werken op basis van consensus. En consensus betekent ook, bijvoorbeeld als iemand in Italië of Portugal of waar dan ook wilde gewoon een PFI beginnen, hadden we in consensus van oké, dan kun je dat gewoon als een autonoom of semi-autonoom organisatie optreden, maar dan ben je toch wel verbonden aan de stichting. Dus je hebt inderdaad bepaalde bescherming, want onze mission to defend the rights of pagans, dat zou inderdaad ook kloppen van waar je woont. En dat is een beetje de Europese wetgeving van grondrechten en human rights en alles en op. Dus dat is heel belangrijk om te zeggen van daarom was het de consensual aspect heel erg belangrijk. Dus de PFI's buiten... Het werkt dus als een soort netwerk voor landelijke PFI's. Precies. En het vervelende was, de EU was natuurlijk ook bezig, bijvoorbeeld om de rechtsvorm stichting te wijzigen van, maar het kwam altijd het probleem dat bijvoorbeeld in, wij konden geen filiaal worden. Dus in Frankrijk of Duitsland konden we geen PFI Deutschland als filiaal van de stichting. En dat was heel lastig, want we dachten van de EU is gewoon voor iedereen in de EU, maar dat is op dat soort niveau niet. En het heeft allemaal met fiscaal regimes en alles en over. Dus uiteindelijk, wat ik daarmee wilde ook zeggen, als PFI moesten we ook voldoen aan alle regels, qua wetgeving, enzovoorts, enzovoorts. Dus ik zei altijd van, als mensen vragen, zijn de individuele PFI's eigenlijk working groups van de foundation. En dan kunnen ze ook zien van, oh ja, we zitten wel, we zijn... We hebben we zijn echt een legal entity. En dat is heel belangrijk, want we kunnen inderdaad, wat we laatst hebben ook gezien, we kunnen ons inschrijven bij de Transparency Register. En er zijn allerlei aspecten van PFI, waar ik zeg, dat zijn bepaalde rechten die we hebben.
En daar kunnen we ook gebruik van maken. Want dat is een boodschap eigenlijk voor de hele PFI. Als we zeggen van, we hebben problemen om, of we hebben last in bepaalde landen, dan kunnen we altijd terugvallen op, we hebben bepaalde rechten. Ook in Europa heb je bepaalde rechten. En dat is een hele belangrijk aspect. Dus voor heel veel mensen die bezig zijn met PFI, dat is ook een deel van ons werk natuurlijk. Dat wij proberen mensen te helpen. Daarom is onze mission statement natuurlijk to defend the rights of pagans en ook heathens natuurlijk. Ja, en ook, ook als mensen ons vragen van, hoe is het, een beetje geschiedenis, of hoe zit het met de rechten van de vrouwen, of zijn jullie, what is gender equality, of wat betekent dat voor jullie? En dat zijn bepaalde vraagstukken die we inderdaad kunnen stellen in een grote groep, in bij onze bijeenkomsten natuurlijk, we kunnen bepaalde aspecten. Wat we ook proberen te doen inderdaad met onze, tegenwoordig online bijeenkomst, is ook te zeggen, hoe werkt PFI? Wat heb je daaraan? Wat heb je daaraan? Niet alleen informatie delen en aan elkaar, de networking faciliteiten natuurlijk, maar ook, we kunnen daadwerkelijk ook op het legal level. Op het mensenrechtenvlak. Ja, daar kunnen we ook natuurlijk veel kunnen betekenen. Vaak wat we zeggen over, en dat kan ook heel discreet zijn, als mensen zeggen van nou, ik heb wel een probleem. Bijvoorbeeld, ik ben mijn baan verloren, omdat ik werd als heiden of als heks uitgeroepen. Daar kunnen we ook zeggen van, wat zijn daar inderdaad Europees gezien, ook wat zijn de rechten van de mensen en bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, dat soort zaken. Ja. Ja. Ik wil even terug, want je had het in het begin over de jaarlijkse conferentie. Is dat de jaarlijkse conferentie van de Pagan Federation of had PFI zelf ook dat soort internationale bijeenkomsten? Ja, vanaf het begin hebben wij de eerste bijeenkomst was 2001. Dat was inderdaad in Lunteren. En ja, in die tijd was het inderdaad nogmaals niet zo veel informatie op internet. En internet was nog... dat was nog jong toen. Inderdaad. We hadden al actieve mensen in Duitsland, Portugal, Zweden. En de jaarlijkse conferenties toen waren echt een tweedaagse happening. Wauw. Omdat we op de vrijdagavond, we probeerden een soort council meeting te houden. Want en ook dat mensen zouden kunnen komen, meet and greet, meet the speakers. Dus dat was en op de vrijdagavond hadden we een bijeenkomst voor echt PFI-members. En ze konden inderdaad kennis maken met sprekers, ook helpen met het opbouwen van podium en dat soort zaken. Dus echt bij betrokken zijn. En ondertussen hadden we ook alle national coordinators die kwamen inderdaad uit Portugal of Duitsland of waar dan ook. Hadden we gewoon op die avond ook onze eigen council meeting. Ja. En dat was... Wij probeerden natuurlijk best wel veel van Pagan Federation over te nemen qua organisatie. Maar het was heel duidelijk dat het PFI een hele andere koers ging uitstippelen. Juist omdat we inderdaad veel met internet en veel contacten onderhielden. We hadden al ook... was het PFI chat? Zoiets. We hadden op dat moment een in-house magazine. Dat was toen Europa. Later is dat inderdaad ook Pagan World genoemd. Maar dat was ook van... informatie kunnen verspreiden. En natuurlijk ook rapportages, verslag geven van wat er op onze conferenties gebeurde. Dat was echt heel veel. Lady Bar heeft natuurlijk ontzettend veel werk aan met de organisatie. Zij probeerde ook
verschillende een soort Engelstalige stroom en een Nederlandstalige stroom. En het was echt op één dag had ze iets van 22 workshops gezien. Het was echt een komen en gaan van nou, waren echt ontzettend leuk. En we hebben dat enkele jaren kunnen doen. Mm. Ondertussen hadden we ook binnen Nederland hebben we ook, heeft Lady Bar ook, maar daar kan zij misschien een keertje over vertellen, bepaalde workshop weekenden georganiseerd. Dus vooral in Nederland hadden wij ook voor, wij werkten ook als model voor natuurlijk in het buitenland. Maar ik ging langzamerhand ook verder op reis. Ik had meer tijd. Mijn hang naar reizen was ook natuurlijk weer aangewakkerd. Mm-hmm. Ja, ik ging inderdaad de eerste contacten voor PFA waren in de Czech Republic. Die stamt inderdaad terug naar, ik denk 2003 of 2004, dat weet ik niet meer zeker. En PFA Czech Republic, dat was heel erg actief. Heel erg. En laatste ben ik in Polen geweest, Servië, Kroatië. En langzamerhand ben ik ook natuurlijk bezig van, zijn er mensen die wilden een PFI in bepaalde landen starten. Inmiddels was PFI Germany, die waren echt aan toe om een eigen legal structure te wijzigen. Uiteindelijk is het PFI Deutschland geworden en zijn ook een verein, EW. En maar op een gegeven moment zouden we ook kijken van hoe zit de relatie tussen PFI en Pagan Federation. Dus uiteindelijk, coming back to mama, we hadden het ook onder hun statuten ook, hebben we ook kunnen regelen dat alles international werd gewoon georganiseerd door PFI. Dat is ook in hun statuten trouwens, dat is inderdaad ook opgenomen. En dus we konden ons omschrijven als affiliated organization of Pagan Federation. Dus toen PFI Deutschland actief werd, zijn ze ook, omdat ze gewoon onze logo's konden gebruiken, om de naam kunnen gebruiken, et cetera, waren ook inderdaad officieel dan affiliated organization of Pagan Federation. Dat is ook een hele andere wijziging van hoe kan je inderdaad als PFI functioneren. Maar het blijft nog steeds van, wij proberen wat aan de wensen van mensen te voldoen. Van, en nu hebben we bijvoorbeeld een hele regio PFI Noorden. Dat is dat ook Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, IJsland en... Wat heb ik vergeten? IJsland. Ja, er zijn vijf in ieder geval. Ja, dus de vijf Scandinavische landen. Ja, iedere keer te kijken van hoe verandert de hele maatschappij? Waar is de vraag? En ik gebruik niet het woordje inclusief, want dat vind ik altijd, dan loop je meteen op, op ijs. Yeah. Maar wij proberen, wat ik zeg altijd is, pagans, heathens, waar je ook bent, buiten de UK uiteraard, kun je bij ons terecht van kunnen we daar iets doen? Bepaalde landen, ik moet erbij zeggen, waar het bij haast onmogelijk wordt om een PFI op te starten. Ik noem bijvoorbeeld PFI Iran. We hebben wel contacten in Iran, maar ik denk, en China is ook moeilijk. Andere landen, je moet gewoon een beetje uitkijken. Yeah. Ik heb wel... Oost-Europa, Central Europe, daar is eigenlijk geen enkel probleem. Want daar roepen we natuurlijk tussen PFI Turkije. Dat is allemaal, maar op een gegeven moment, toen het in 2006 allemaal kon,
We hebben natuurlijk ook onze bekende bezoek aan cultureel bezoek aan Lagina in 2005 gehad. Mm-hmm. PFI Turkey. Maar de laatste jaren is dat ook moeilijker geworden. Dus een heleboel mensen hebben gewoon veel meer onzichtbaar moeten zijn. En dat, ja, is inderdaad best wel lastig. Aan de ene kant wil je wel bereikbaar zijn. Maar aan de andere kant moet je wel realiseren. Je kan niet overal roepen van ik ben heks, ik ben pagan, ik ben heathen. Daar zijn toch wel diplomatisch zijn zeker. En ook als er bepaalde onderzoeken zijn, dat je daar, ik zeg, ik ben altijd bereid om daar om mee te werken. Maar mm-hmm. Nogmaals, we moeten af en toe wel mensen wel proberen, inderdaad, confidentialiteit is heel belangrijk natuurlijk. En zeker het benoemen van mensen met een echte naam, dus zeggen we altijd van, dat is voor mij ook nog steeds lastig. Dat moeten we ook respecteren als mensen zeggen, ja, ik wil niet bij mijn eigen naam genoemd worden. Dus dat zijn allerlei dingen waar je zegt van, wat is veranderd? Wij, onze doel, onze doelstelling is anti-defamation werk en zo, dat is eigenlijk helemaal niet veranderd. Helemaal niet. Maak je inderdaad mee dat er plekken zijn waar mensen hun leven niet zeker zijn als heiden? Ja, absoluut. Het gaat dus inderdaad zo ver. Ja. En we hebben ook in de tijd van de vluchtelingenstroom, heb ik inderdaad contacten gehad met, uiteraard in Turkije, maar ook mm-hmm. in Syrië. Vooral in het gebied van de grens. Tussen Syrië en Turkije. Mm-hmm. Ik heb wel contacten gehad met mensen die hadden contacten met de Yazidi. En dat zijn uiteraard geen pagans. Maar wat we wel merkten, waren gewoon mensen hadden contacten. En ik zeg altijd van, laat de mensen mee inderdaad kijken of ze kunnen bij mij terecht. Deze mijn e-mailadres. En dat is inderdaad schijnend. En ik heb inderdaad geprobeerd voor de Yazidi wat te betekenen. Maar daar loop je echt. Eén verhaal was inderdaad, ik had bijna contact met iemand, maar het was te laat. Ze waren gewoon dood. Ach, gos. En dan denk je, jeetje. Dus mm-hmm. ik probeer inderdaad ook bijvoorbeeld de plight of the Yazidis, heb ik dat ook toen ik bijvoorbeeld, ik doe natuurlijk mee aan interreligieuze dialoog en alles en nog wat. Toen ik in mm-hmm. Parliament of World Religions in Toronto in 2018 ben ik natuurlijk wel als representative voor PFI. Mm-hmm. Daar hadden we ook, ik heb een hele map meegenomen van allerlei informatie. Over wat wij doen, enzovoorts, enzovoorts. Het was een hele pagan hospitality suite. Daar ben ik ook aangesloten, enzovoorts, enzovoorts. En daar probeer ik ook, bijvoorbeeld ook bij URI, daar ben ik ook natuurlijk verbonden, probeer ik inderdaad ook, bijvoorbeeld de plight of the Yazidis, enzovoorts, enzovoorts. Maar het is zo moeilijk. Het is echt mm-hmm. zo ontzettend moeilijk. Maar ik blijf gewoon van, welke kans ook. Maar het is niet zonder gevaar. Absoluut niet. Nee. En de contacten met... daarom zeggen we als stichting hebben wij ook veel meer clout. We kunnen inderdaad vanuit human rights aspecten werken we op die manier. En dat is inderdaad... voor veel mensen, ik zeg niet dat we altijd iets kunnen doen, absoluut niet, maar we proberen het wel. En als stichting wordt er beter geluisterd dan als je zeker, want mensen bent. Nogmaals, we zijn, nogmaals, maken we deel uit van de Transparency Register. We kunnen ook, we doen ook natuurlijk, er komt een beetje op dat interreligieus dialoog en zo, maar we doen ook lobbying in
in Brussel. Ik mm-hmm. ben ook aangesloten bij... Op Europees niveau. Ja, op groepen waar we als PFI ook lid zijn. Mm-hmm. Dat was met name bijvoorbeeld ENORB, dat is de European Network for Religion and Belief. Mm-hmm. En daar zie ik ook inderdaad dat we wel iets kunnen betekenen van onze inbreng. Wat merken we bijvoorbeeld? Hoe worden pagans, hoe worden heidenen behandeld in Europa? Neem bijvoorbeeld het dragen van bepaalde insigne op straat. Dat ligt ook hier in Nederland soms heel erg moeilijk. Ja, precies. Nou, dat zie je bijvoorbeeld. En kunnen wij informatie geven dat als iemand toevallig inderdaad een swastika of iets mm-hmm. wat op een swastika lijkt, hoeft niet een swastika te zijn. Omdat het gewoon een hele pagan symbool is of whatever. Dus daar kunnen we inderdaad echt informatie geven. Dat is inderdaad ook een keertje gebeurd bij Innova. De dragen van bepaalde insignia, bepaalde symbolen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Wat ook gebeurd was verleden jaar, was er een summit for freedom of religion and belief. En daar ben mm-hmm. ik inderdaad ook als PFI rep, maar ook als URI rep, ben ik daar ook echt leuk om mee te maken. Dan gingen we naar het European Parlement en zaten gewoon in een hele grote kring met al die oordoppen op natuurlijk voor translation en alles en al wat. En ik heb wel mijn zegje kunnen doen. En dat is ook nog echt heel belangrijk om te weten. We hebben recht van spreken. En soms zeg ik van ja, dan wil ik inderdaad the voice for the people who have no voice. Kijk, voor ons mm-hmm. is vrijheid natuurlijk ook een heel belangrijke aspect. En ik denk voor onze pagan, heathen community is dat heel belangrijk om te weten dat we kunnen daar aanspraak maken. En voor mm-hmm. mij is dat ook niet alleen een onderdeel van de interreligieuze dialoog trouwens. Dat is echt intermenselijk. Maar ook op het niveau van hoe wij als gemeenschap, Europese Unie, mm-hmm. hoe we met elkaar omgaan. Ik vind het zo belangrijk. Dat het gevoel van we zijn voor elkaar, we steunen elkaar. Een belangrijke deel van mijn pagan zijn. Dus ja. En je hebt in korte tijd heel veel verteld. Als je terugkijkt op de, als ik het goed hoor, de afgelopen 23 jaar van PFI Nederland en PFI International. Wat is iets belangrijks dat er voor anders is? Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, niet zozeer wat veranderd is. Wat natuurlijk wel, omdat we functioneren ook inderdaad als vraagbak. Mm-hmm. Het leuke is dat we zijn een van de weinige, als niet, ik bijna durf te zeggen dat we een van de, in ieder geval de oudste, pagan heathen organizations ter wereld zijn inmiddels. Actief in heel veel landen. We zijn dat is iets wat kijk bijvoorbeeld in Amerika hebben we ook natuurlijk de contacten ook met pagan organizations in Amerika, de Covenants of the Goddess, Circle Sanctuary of Circle Circle Sanctuary. Selena mm-hmm. Fox. En Selena heeft altijd, ik ben een groot fan van Selena, by the way, dit is echt een van mijn grote heroes. Grote voorbeelden. Maar ze zegt ook van, als we iets in Amerika willen doen, pagan organizations en alles en al wat, dan er is een PFI USA, maar we gaan altijd bij Selena van wat gebeurt er allemaal. En andersom, wil zij iets van een internationaal weten, dan komt ze altijd bij mij aankloppen. Mm-hmm. En bijvoorbeeld in
Department of World Religions, dat was in Barcelona 2004, kon ik ook als PFI daar aanwezig zijn. Wij waren als pagans nou misschien drie uit heel Europa. Dus ik wist dat we aanwezig waren. En we zijn aangesloten bij de Pagans of America. Maar ik ben uitgenodigd door Selina om mee te doen aan een panel over international paganism. En dat was heel erg leuk. En vanuit Parliament of World Religions aanwezigheid in 2004 in Barcelona is PFI Spain eigenlijk uit voortgekomen. Want we hebben contact natuurlijk met pagans in Barcelona. En dat was heel erg leuk, want op een gegeven moment hadden we we hebben contacten met Amerika al lang. Maar dat is een wisselwerking die heeft ontzettend veel consequenties, maar mensen weten ons te vinden. Yeah. En wat we ook doen, als er bijvoorbeeld rampen zijn, we zijn ook van heel snel, we hadden PFI Philippines, inmiddels was het opgericht, en er was een ramp in een typhoon en alles en alles. En we hebben gewoon gezegd van we kunnen daar gewoon een actie starten. Selina die heeft inderdaad ook gezegd van hoe zit het daar, weet je wel, dus ze komt van ons ook van hoe is het in de Philippines, en we hebben deze actie, dus zij kon het ook verspreiden enzovoorts enzovoorts. Dus dat is ook iets waar ik nog steeds heel erg mee bezig ben, soms ook inderdaad door URI, maar dat is ook een aspect waar we goed te vinden zijn, van treden we op, kunnen wij daar de mensen ter plekke benaderen, van heb je hulp nodig, of wat uit PFI Philippines bijstaat, was er komt heel veel hulp voor mensen, maar bijna niks voor dieren. Dat was laatste ook, was een hele grote overstroming in het gebied van de Balkan, Servië en Bosnië. Kroatië waren ook aangetroffen door een overstroming. En dat was ook hetzelfde verhaal. Wij konden optreden voor de dieren. Het redden van de dieren. En we hadden natuurlijk ook PFI Kroatië. Servië was ook bezig. En dat was ook een actie van daar konden we heel snel onze hulp bieden. En we hebben natuurlijk ook bepaalde acties. Jaarlijks hebben we... met dank aan Frika bijvoorbeeld, ze zei ook van het wordt tijd dat PFI ook bepaalde acties kunnen voeren. En de afgelopen jaar hebben we natuurlijk die Planting Tree actie. En dat is echt ontzettend leuk geworden. Daar krijg je ook grassroots projects. En ik denk voor PFI is dat ook heel belangrijk. Dus voor ook contact te hebben met grassroots projects vanuit, niet zozeer uit een pagan of heathen perspectief, maar mensen die bezig zijn met de natuur. Kijk, een van onze grote common goals, zou ik zeggen, is natuurlijk climate change. Environment, alles om te zorgen dat er geen pollution, vervuiling, dat soort zaken, fresh water, planting trees. En als er één ding is waar we met dat interfaith, interreligieuze vraagstuk aan de bod komen, is inderdaad onze zorgen. Onze milieuvraagstukken, echt alles met de environment. Ik zei ook de leefklimaat is belangrijk. Climate change, al dat soort zaken. En dat is natuurlijk iets. En als ik zeg van, wat doe je als pagans? En dan hoef ik niet over de theologische vraagstukken over, as a true of druidisme, whatever. Je kunt zeggen, nee, wij zetten ons in voor de aarde. En dat is echt op dat niveau van zo cruciaal. En contacten met inheemse volkeren. Nogmaals een stem zijn voor de mensen die hebben geen stem enzovoort enzovoort. En dat is iets wat
natuurlijk voor PFI ook heel belangrijk is, dat we ook laten zien dat we niet alleen voor pagans en heidenen, we zijn voor iedereen die een warm hart draagt voor de aarde. En daadwerkelijk willen gewoon een betere leefklimaat. Ja. Dus dat is iets wat zei, dat is, wat kan je doen? Je hoeft niet eens PFI-lid te zijn, echt niet. Maar steun ons en doe mee. En dat is inderdaad een hele belangrijke. Kijk op Facebook, we zijn overal op Facebook te en volg ons. En daar kun je ook ons ongelooflijk goed steunen. En als je nou kijkt naar de toekomst, zeg de volgende 15, 20 jaar. wat zou je graag willen bereiken? Het zij in Nederland, het zij internationaal met de PFI. Ja, ik als persoon natuurlijk. Ik hoop dat ik veel mensen kan inspireren. Mm-hmm. Dat is altijd mijn persoonlijke doelstelling, als er een doelstelling is, dat mensen worden in ieder geval geïnspireerd door wat ik gedaan heb. Maar dat geldt ook voor PFI. Ik hoop dat andere pagan organizations, maar ook de mensen die met dit soort levensbeschouwelijke, dat ze ook geïnspireerd worden. En wat wij hebben kunnen bewijzen is dat we hebben niet veel geld nodig. Ik zal niet zeggen dat geld niet handig is, maar wij kunnen met heel weinig, want ik zei eigenlijk het meest kostbare iets is onze tijd. Als wij onze tijd kunnen geven, een uurtje per week, whatever. Alle momenten waar mensen kunnen actief bezig zijn en committed, echt met hart en ziel kunnen werken. Dat is zo kostbaar. En daarom zeg ik van, zelfs als je denkt van nou, ik kan niet zoveel doen, ik heb niet zoveel tijd. Je kan natuurlijk wel, ik zeg altijd van, kijk naar je rituelen. Denk je aan andere mensen. Doe je magisch werk, kun je ook veel doen. Maar laat ons ook weten. Delen van verhalen. Dus op Facebook. Ook, daar kun je ook heel veel dingen doen. We hebben ook een forum. En inderdaad, wat we proberen ook met de community circle te doen. Dat heb jij en Selijn natuurlijk heel veel gedaan. En Frigga ook. Dat we gewoon de community circle. Dat we gewoon mensen laten zien dat je wel iets kan doen. Dus je hoeft nogmaals geen PFI-lid, hoef je absoluut niet te zijn. Maar ja, een warm hart voor ons, voor onze activiteiten. En ik hoop dat onze model van PFI in verschillende landen, om gewoon iets meer structuur aan te geven, aanspreekpunten, dat mensen kunnen inderdaad informatie inwinnen, vragen stellen. Ik hoop dat we meer, echt door iedereen wordt gezien als echt een heel belangrijk aspect. En dat betekent ook natuurlijk dat mensen in landen waar het niet echt, ik ben er net over gehad, waar het niet altijd mogelijk is. Dat je op andere manier, en ik zeg, als je werkt, het gewoon niet op een religieus niveau kan. Dat je gewoon zegt, ik kan niet over mijn natuurreligie spreken. Vragen over de culturele impact. En dat heb ik inderdaad gezien. Als mensen blijven betrokken, omdat ze gewoon iets meer over een bepaalde cultuur willen weten, dan kunnen ze ook makkelijker met mensen in contact komen. En dat is zo belangrijk ook. En ik hoop dat mensen inderdaad ook bepaalde dingen zien dat wij hebben voor elkaar. Inderdaad, dat dialoog. Maar uit respect. Respect voor anders. Niet alleen anders denkt, maar andere cultuur. En dat is voor mij ook een heel belangrijk punt. Dat we echt respectvol mee omgaan. En dat we
vertrouwen bij andere, andersdenkende, andere mensen, andere groepen mensen. En ik hoop nog steeds dat PFI, dus we daar ook een beetje een voorbeeld kunnen geven van hoe kunnen we dat doen? Ook bijvoorbeeld als we bepaalde rituelen doen. Ik hoop dat de mensen dat echt zien dat het kan. En je hoeft inderdaad, nogmaals, tijd is de meest kostbare entiteit wat we hebben. En ik hoop dat mensen daar inderdaad, zeggen we nou, ik vind het wel de moeite waard. En als dat overblijft, dan vind ik het helemaal goed. Mooi, heel mooi. En het feit dat PFI een organisatie is die vooral via internet werkt en via sociale media en e-mail. En misschien tot op grote hoogte in feite een virtuele organisatie is, maakt al die internationale contacten natuurlijk ook veel makkelijker. Ja. En ik moet erbij zeggen, dat virtuele contact, ik zeg altijd van als vanuit mijn eigen Wiccan-achtergrond, ik heb altijd gewerkt op wat ik altijd noem het astrale niveau. En dat is eigenlijk helemaal niet veranderd. Dat is iets wat ik laatst had ook over. Ik ben natuurlijk praktiserend voor meer dan 40 jaar. En mensen hebben gezegd, hoe zie je de toekomst? En ik zei eigenlijk, hoe wij werken op dat niveau is niet veranderd. Alleen mensen denken van, oh, we moeten Zoom meetings hebben, we moeten dit en dat hebben om bij elkaar te komen. Ik zeg, eigenlijk kan je astraal, kan je echt in je, hoe dat, je rituelen, whatever, dat kan je ook delen. Dat kan je ook delen. Yeah. En informatie overbrengen, energie overbrengen, dat is iets wat eigenlijk helemaal niet veranderd is. Maar wat je vaak ziet is dat mensen helemaal niet aan denken. Ja. Dus inderdaad, en dan kom je bij de indigenous, inheemse volkeren die ook eigenlijk op dat soort niveau werken. Het vreemde is op dit moment, en zeker in de coronaperiode, crisis, iedereen doet van, we moeten allemaal van die online meetings hebben. En helemaal van die indigenous people hebben van, wij werken zo, een dreamtime noem het, en iedereen, Maar daarom moet ik soms zo lachen. Maar het is inderdaad zo, dat mensen worden weer bewust van, wij kunnen inderdaad op dat magisch niveau ontzettend veel dingen doen. Dus forever magical. Dit lijkt me een fantastisch einde van het interview. Ja, have a magical. Arcana. Ontzettend bedankt. Ja, en bedankt voor deze mogelijkheid om inderdaad iets te vertellen over PFI. Nou, dankjewel.